Welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe ik mijn eigen uh, sprays ga maken. Uh, sprays die ik wil gaan toepassen in mijn projecten waarmee ik op papier wil gaan sprayen. Waarmee ik op stof wil gaan sprayen. Nou, ik ga laten zien hoe ik die spray zelf ga maken. Um, voor diegenen die nieuw zijn, welkom bij mijn YouTube-kanaal. Uh, ik ben Patricia Sweers-Bonnet. En uh, ja, ik maak allerlei video's voor jullie in het Nederlands. Uh, met mijn Twentse accent. Uh, ik ben er trots op. Ik kom uit Twente. En uh, ja, ik heb een accent. Nou ja, iemand die uit Amsterdam komt, hoor je ook waar hij vandaan komt. Dus ik vind het niet erg. Uh, je mag best horen waar ik vandaan kom. Uh, ik maak allerlei video's op creatief. Uh, Gebied, uh, met name het uh, ja, vreubelen, zoals ik dat altijd noem, uh, met uh, papier, met stof en uh, met name op het gebied van journals, uh, junk journals, mixed media projecten. Uh, het is heel breed wat ik doe en ik laat jullie gewoon zien dat het allemaal niet zo moeilijk is als het lijkt en dat jullie dit ook best kunnen. Dus ben je nieuw? Abonneer je dan vooral op mijn YouTube-kanaal om geen enkele video meer te missen. Elke woensdag, elke zondag komt er een nieuwe video. Online. Klik je op dat belletje, dan uh, krijg je ook een melding zodra er een nieuwe video uh, komt of uh, wanneer ik live ga. En uh, ik had al een berichtje geplaatst voor diegenen die uh, geabonneerd zijn op mijn YouTube-kanaal. Die hebben dat berichtje waarschijnlijk al voorbij zien komen. Vrijdag 7 juni om 10 uur ga ik live op uh, YouTube. Dan uh, ga ik laten zien hoe ik mijn uh, hoesjes maak, waar ik mijn stempels en mijn duizels. In opruim. Uh, er was best veel vraag naar. Ik heb geprobeerd die vragen te beantwoorden. Uh, maar ik ga daar gewoon uh, ja, een video over maken. En dat ga ik live doen. Hebben jullie dan vragen? Dan kunnen jullie gewoon die vragen gaan stellen. En misschien hebben jullie nog wel andere vragen die ik dan nog kan gaan behandelen. Uh, vraag die dan gewoon. En uh, ik weet niet hoe overal een antwoord op. Maar ik weet ze ondertussen wel heel veel. En uh, ik heb het allemaal geleerd vaak door het uh, te doen. Uh, door dingen uit te proberen en op die manier kom ik erachter wat wel werkt en wat niet werkt en die kennis die deel ik gewoon graag met jullie. Uh... Dus heb je nog niet geabonneerd op mijn YouTube-kanaal? Doe dat vooral. Voor degenen natuurlijk die altijd al mijn video's kijken, die mij al volgen uh, hier op YouTube, welkom allemaal. Fijn dat jullie weer terug zijn. Hebben jullie straks een opmerking? Hebben jullie een vraag? Laat hem achter in die bepaalde ruimte wat daarvoor is. Uh, je kunt daar opmerkingen plaatsen. Doe dat ook vooral. Ik vind het fantastisch om al jullie opmerkingen te lezen. En ik beantwoord ze waar nodig, en ik laat sowieso met een duimpje of een hartje weten dat ik jullie reactie gelezen heb maar ik vind het fantastisch om al jullie reacties altijd te lezen dus doe dat ook vooral. Nou wat ga ik jullie vandaag laten zien zoals ik al zei ik ga mijn eigen spray inkten maken en dat ga ik doen met navel inkten van de Distress Ink en ik heb hier al meerdere sprays even klaargezet. Uh, ik ga daar even doorheen wandelen voordat ik uh, mijn inkten ga maken um, ik ben een beetje begonnen met het uh, ja, ontdekken met de verschillende sprays. En ik gebruik mijn sprays om op stof te sprayen. Uh, op papier te sprayen, ik gebruik ze in mixed media projecten. Um, ik gebruik een tuitje om wat kleur af te geven. Ik ga daar eigenlijk verschillende dingen mee doen. Uh, dus niet alleen het sprayen op een bepaald iets. Maar ik trek dat gewoon wat breder. En ik ben daar lekker mee aan het experimenteren en aan het ontdekken wat ik allemaal met die spray inkt. Uh, kan doen. Natuurlijk, ik heb die Dilutions uh, Spray Inks en heel veel gebruikt in mijn Dilutions Journals. De uh, Dilutions stijl. Maar ik wil ook andere stijlen doen. Ik wil van alles doen. Ik uh, vind heel veel dingen mooi soms ook mijn probleem. Maar uh, ja, het zit maar 24 uur in de dag. Je moet soms keuzes maken. Maar uh, momenteel vind ik het gewoon heel leuk om mixed media-achtige uh, projecten te maken. En ja, daar gebruik ik ook mijn spray inkten voor. Ik heb uh, de oxide inkt, die heb ik gekocht. Ik ga daar niet aan beginnen om die zelf te maken. En waarom? Uh, dit is zo'n speciale inkt. Dit is een samengestelde inkt. Uh, deze inkt bestaat echt uit verschillende, uh, ja, soorten inkt eigenlijk, en uh, ik denk dat dit niet uh, geschikt is om de navulling hiervoor te gebruiken, om daar een spray inkt uh, van te maken op de manier zoals ik dat nu straks ga doen met de gewone Distress inkt. Maar het kan best zijn dat het wel wil hoor, dat, dat weet ik niet. Ik uh, moet ook zeggen, ik heb, uh, ik heb wel een aantal uh, navullingten voor mijn uh, Distress Oxide uh, ja, doosjes inkt. Maar ik vind het soms wat uh, problematisch om die inkt erbij te vullen. Vooral merk ik met de kleuren bruin. Heb ik gewoon wat moeite om mijn doosjes bij te vullen. En waar het aan ligt, geen idee. Maar de Distress Oxide is zo'n speciale inkt. En uh, ja, ik denk dat, uh, ja, dat het daar gewoon een beetje mee te maken heeft. Dus uh, de Oxide Spray, die heb ik gewoon gekocht. Die ga ik dus niet zelf maken. Ik heb ook nog verschillende sprays uh, van uh, Cadence bijvoorbeeld. Uh, daar heb ik er ook een paar van gekocht, gewoon om te kijken wat dat was. Nou, die ga ik ook niet uh, zelf maken. Uh, maar ik wil dus uh, met de uh, inkt waar jij dus jouw doosjes uh, distress inkt mee gaat navullen, daar wil ik dus een spray van gaan maken. Ik heb er al eentje gemaakt. Ik heb hem uitgeprobeerd. Uh, dit is de Fried Burlap en uh, dit is is toch wel een van mijn favoriete kleuren altijd geweest van de Distress Ink. Uh, ik heb hem heel veel gebruikt in, uh, in projecten van mij. Eigenlijk al uh, vanaf het begin dat hij uitkwam uh, ja, ben ik daar mee gaan werken en uh, de randjes mee gaan beinkten. Ik heb hem heel lang gebruikt. Uh, op een gegeven moment ben ik wel overgestapt naar de Vintage foto. Uh, zelfs nu uh, de Scotch Timber is die hele donkerbruin gebruik ik die vaak nu om randjes af te werken. Maar maar, uh, ja, de fruitbeurlap blijft gewoon een favorietje van mij. Uh, waarom? Omdat er, uh, ja, meerdere kleuren in terug te zien zijn. Uh, je ziet het misschien wel, uh, in het echt is het gewoon wat beter te zien. Maar er zit zelfs iets groens in. En ik vind het gewoon een hele aparte kleur bruin. En ik gebruik hem dus graag in mijn uh, projecten. Zeker als het een, ja, wat vintage uiterlijk moet krijgen. Uh, ja, dan vind ik dit toch wel een hele mooie kleur om uh, te gebruiken. Nou, ik heb deze spray al. Uh, gemaakt, ook om te kijken van hey werkt het nou wel echt? Ik had het gezien in een video op uh, op YouTube en uh, ik denk ja ik ga dat toch even voor mezelf uh, uitproberen. Uh, ik heb wel grotere sprayflesjes, maar ik wilde eigenlijk uh, voor dit uh, kleine sprayflesjes uh, gaan gebruiken. Dus ik heb uh, de mini misters gekocht van de range. Die zitten per 3 in de verpakking. Nou kwam goed uit. Ik wou in eerste instantie ook drie verschillende kleurtjes gaan maken. Uh, ik heb er 595 voor uh, betaald. En. Uh, kan zijn dat ze bij jouw uh, winkel iets goedkoper zijn, iets duurder zijn. Ik denk dat uh, de meeste producten van de Range wel vastgestelde prijzen zijn. Dat de prijzen allemaal wel uh, ja, een beetje overeenkomen. Uh, die minimisters die zijn al heel lang in het assortiment. Ik geloof dat ze ook echt wel een vast onderdeel zijn uh, van het assortiment. En het zijn gewoon hele kleine uh, sprayflesjes. Die koop je dus leeg. En die kun je zelf uh, gaan vullen met uh, ja, wat jij eigenlijk maar veel ik had geen stikketjes meer dus ik heb gewoon stukjes papier genomen dat heb ik vastgezet met een uh, ja met een plakbandje en uh, op die manier heb ik uh, ja aangegeven welke kleur het is ik had het nog kunnen gaan sprayen straks met de desbetreffende kleur kan ik ook zien maar ik weet wel hoe de kleur er uh, eruit ziet dus uh, ja ik vind het niet erg om uh, alleen de naam te hebben uh, ik weet wat old paper is ik weet wat antique liner is het zijn kleuren die ik vaker gebruik dus uh, ja, ik weet hoe die kleuren eruit zien. Maar je zou dit dus nog uh, kunnen gaan sprayen. Dat jij in ieder geval die kleur hebt. Vervolgens laat je drogen. Zet jij erop uh, de naam erop. Nou, in dit geval Old Paper Ik heb hier nog eentje met Antiek Linen. Die moet ik nog gaan maken. Dit zijn de flesjes En uh, die kun je gewoon kopen. Uh, bij je hobbywinkel en uh, misschien hebben ze niet alle kleuren, maar uh, uh, ja zeker van de nieuwere kleuren zijn meestal de navulflesjes wel uh, te koop en uh, er zijn gewoon webwinkels, uh, gewone uh, 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 ja gewone winkels die echt alle kleuren wel op voorraad hebben en uh, dit is gewoon een navulflesje van uh, ja de Inks en ik heb hier de Walnut Steen uh, 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 doosje. Nou, daar is gewoon een navelinkt voor. Uh, mocht jouw doosje uh, droog worden, dan kun je hem dus gaan navullen. En uh, elke kleur heeft weer zijn eigen inkt flesje. nou Dit is uh, Old Paper. En als jij dus die uh, flesjes open doet, dan zie je dat daar een druppelaadje aan zit. Uh, net als je vroeger de neusdruppels had. Uh, hetzelfde systeem is het dus met die uh, navulinkten. En uh, elk flesje ziet er gewoon hetzelfde uit. Uh, er zit dus alleen een ander kleurtje in. Um, nou Hoe ga ik dat bijvullen? Nou, ik heb hier al even wat water in gehad. Ik heb hier een, uh, een waterflesje. Uh, gewoon water. Uh, uit de kraan zit hierin en er uh, is dus niks geen alcohol erbij gewoon alleen water uit de kraan. Nou ik spray daar een beetje water in dit flesje en waarom gebruik ik mijn dopje blijft steken. Waarom gebruik ik uh, dit sprayflesje? Als jij dit flesje gaat vullen onder de kraan, dan zul je merken dat jouw flesje uh, heel snel vol zit. Dat het er overheen gaat stromen. Nou, wat wil ik gaan doen? Ik wil een klein bodempje van die inkt, uh, van dat water erin gaan doen. Dan ga ik wat druppeltjes inkt erin doen. Vervolgens ga ik het flesje verder afvullen met water. Dan vermengt het zich al mooi. En uh, dan kan ik gelijk de kleur ook gaan testen. Nou, ik heb hier uh, de antiek lijnen. Ik kijk even voor de zekerheid. Ja, dit is de antiek lijnen wat ik hierin wil gaan doen. Dus ik pak wat van die inkt op. En uh, ik doe vijf druppeltjes. 2, 3, 4, uh, 5. 5 druppeltjes van die uh, inkt. Doe ik hierin. En ik vul hem verder af met water. En dat doe ik dus bewust met dat sprayflesje zodat ik het rustig kan vullen. Dat het niet gaat overstromen. En ik heb nu gewoon veel meer controle. En dat wil natuurlijk met dit sprayflesje prima. Kijk even tot hoe ver ik ben. Ik vul hem niet helemaal. Ik denk dat ik. Wat zal het zijn, een halve centimeter onder dit randje onder die schroefdraad? Blijf ik ongeveer een halve centimeter nou, dan kan ik hem gaan schudden. Dan gaan de inkt gewoon gaan verdelen. Dus, dit is die antiek lijnen, wat ik hier heb gebruikt. Nou, ik ga even goed schudden en dan ga ik sprayen. Ga ik kijken hoe die kleur uitkomt. Vind ik de kleur nog te licht? Dan kan ik nog wat gaan toevoegen. Nou, ik denk dat ik er toch nog één druppeltje inkt bij wilde. Antiek Linen is natuurlijk een vrij lichte kleur. Dus uh, dan ga ik er in dit geval zes druppeltjes in doen. Dus ik ga hier nog één druppeltje inkt bij in laten vallen. Ik ga hem even weer schudden. Ik denk dat ik hem zo laat. Ik weet dat dit gewoon uh, een lichte kleur is. Ik vind de kleur in ieder geval uh, prima. Um, wat ik nu nog even ga doen. En dat is ook gelijk een tip. Voor als jij een sprayflesje hebt. Hier zit dat spreegaatje En dat is gewoon heel slecht te zien. Nou, wat doe ik dan? Meestal pak ik even een rode Posca marker. Maar die heb ik nou even niet bij de hand. Ik heb hier een zwarte liggen. Kan ook prima. En dan ga ik even met een marker aangeven. Waar mijn spreegaatje zit. En waarom doe ik dat? Als ik wil gaan sprayen. Ik zie nu in één opslag waar dat uh, uh, spray. Uh, ja, uiteinde zit. Uh, dan weet ik dus welke kant ik op moet sprayen, hoe ik hem vast moet houden. En dat kun je dus met uh, alle sprayflesjes doen. Er is gelijk een extra tip wat ik je wil geven. Kijk, bij deze is het duidelijk. Uh, hier komt het water uit. Uh, dat weet je als je hem vasthoudt. Dit is de manier om hem vast te houden. Of je nu links bent of rechts bent, uh, dat is de manier waarop jij uh, dat sprayflesje vasthoudt. Dus dan spray je automatisch de juiste kant op. Maar heb jij zo'n uh, ja, zo sprayflesje als dit? Nou, is dit ook gemakkelijk? Dit is een zwart dopje. Hier zie je dat witte uh, stipje zitten. Uh, daar komt dus uh, de spray uit. Nou, dit is duidelijk te zien. Maar soms heb jij, uh, dan is die spraydop doorzichtig. Uh, dit is dan ook doorzichtig en dan zie je gewoon niet goed uh, waar de inkt uitkomt. En dan is het heel handig om dat even met een Posca-marker of een andere uh, marker te doen die watervast wordt uh, als het droog is. Uh, een Posca-marker, daar zit uh, acrylverf in. Uh, hele vloeibare acrylverf. En uh, dat als dat droog is, is dat watervast. Dus uh, vandaar dat jij een Posca-marker kunt gebruiken om dat spray uiteinde aan te geven. Uh, en of je nu een zwarte, een rode, een gele, nou ja, welke kleur jij ook maar bij de hand hebt. Uh, die gebruik je dan om dat stipje aan te duiden. En dan weet je in ieder geval waar die inkt uitkomt. Dan weet je als je wil gaan sprayen, hoe jij jouw sprayflesje uh, moet houden. En uh, op die manier uh, ja, gaat het je niet snel mis. Dus uh, dat is een extra tip. Ik ga deze ook nog even vullen. Uh, dit is de old paper. En uh, die ga ik dus op dezelfde manier vullen. Dus ongeveer. Mooi, nou ja, wat zal het zijn? Een kwart ga ik uh, water er alvast in doen. Even kijken, dit is de old paper. Dus vijf druppeltjes: 1, 2, 3, 4, 5. Dus iets wat je gewoon even uit moet proberen: van hoe vind jij uh, de kleur? Uh, moet er meer in? Misschien wil jij wel minder? Je kunt altijd nog druppeltjes inkt uh, gaan toevoegen, eruit halen. Dat gaat lastig. Maar toevoegen kan altijd. Nou, ik kijk even tot hoe ver ik ben. Dus ongeveer een halve centimeter. Tot zover vul ik hem bij. Dus niet helemaal tot het randje. Een halve centimeter onder die uh, schroefdraad. Vervolgens ga je goed schudden dat de inkt allemaal goed vermengd is. Kijken waar mijn spraydopje zit. Die ga ik straks nog even. Ja, die kleur vind ik ook mooi. En uh, ook een wat lichtere kleur. En dit zijn de drie kleuren die ik uh, ja, wil gaan gebruiken in mijn, uh, in mijn projecten. Dus je zult dit uh, nog vaker terug gaan zien komen. Ik ga even dat nozzeltje schoonmaken. En ik ga dit ook gelijk even voorzien van een stipje. Dan weet ik waar zit dat gaatje. Gaat het mij niet mis? Jullie hebben het vast wel eens gehad. Jullie kennen het vast wel. Als je eens met spray te gaat werken, dan wil je dat nog wel eens misgaan. Dan ga je sprayen En dan spray je helemaal de verkeerde kant op. Nou, ik kan nu zien waar het gaatje zit. Het droogt vanzelf wel. Uh, ik heb mijn spray inkt gemaakt. Ik kan ze gaan toepassen in mijn uh, projecten. Uh... Is de inkt op? Ga ik hem gewoon weer navullen? Dus vijf druppeltjes van die Distress inkt erin. En uh, ja, als je eenmaal zo'n flesje hebt aangeschaft. Ja, hoef je eigenlijk bijna niet. Uh, bijna niet weer. Je kunt hier dus jouw inkdoosjes mee navullen. Maar je kunt er dus ook je eigen spray van gaan maken. En uh, heb je die inkten uh, op voorraad? Dan zou ik zeggen: gebruik ze gewoon. Want je hebt niet voor niets uh, vaak zo'n navel inkt dan gekocht. Dan vind je het een mooie kleur. Dan gebruik je de kleur ook vaak. Uh, want anders koop je daar geen navelinkt uh, voor. En uh, maak er dan ook je eigen sprays mee. En als je dat nu doet uh, in zo'n kleine mini mister, wat ik nu heb gedaan. Of je gebruikt een wat groter sprayfresje kan allemaal. En uh, ga er gewoon je eigen van maken. Maar maak er gewoon mooie sprays mee. Ik ga dat dus niet doen met de oxide inten. Uh, die inkt vind ik. Te ingewikkeld. Uh, daar koop ik gewoon liever de echte flesjes voor. En, uh, maar ik denk, ik ga toch gokken met die navel Want ik heb gewoon een aantal navel heb ik gewoon uh, op voorraad. Uh, Lutze is een kleur die ik heel veel heb gebruikt. Uh, Peeled Paint is een kleur die ik heel veel heb gebruikt uh, in mijn projecten vroeger. Uh, dus die kleuren, uh, ja, daar heb ik gewoon ooit veel inkt van gekocht. En uh, ze blijven gewoon goed. Deze zijn echt al heel oud en uh, ze blijven gewoon bruikbaar. Dus uh, heb je zo'n inkt in huis, maak er dan gewoon je eigen sprays van. Uh, doe er zoveel druppeltjes inkt in als dat jij mooi vindt. Uh, ik vind het dus met vijf druppeltjes vind ik het prima ik heb alleen die antiek uh, linen omdat het zo'n lichtere kleur was heb ik er toch een druppeltje extra bij ingedaan en uh, je kunt altijd druppeltjes gaan toevoegen helemaal geen probleem om de kleur wat donkerder om de kleur wat uh, ja, wat, wat te krijgen. Dan kun je altijd druppeltjes inkt gaan toevoegen. Dit was het voor vandaag. Wat ik jullie wilde laten zien. Uh, ga je mijn spray inkten dus zien in een project? Dan weet je dus dat ik het zelf heb gemaakt. Natuurlijk ga ik dat nog wel benoemen dan. Maar uh, ja, dit is uh, waar ik de komende tijd mee aan de slag wil. Waar ik mee wil gaan spelen. Dus je zult het echt nog wel gaan tegenkomen in een video van mij. Uh, Dank je wel voor het kijken naar deze video. Ik zie jullie graag terug bij een volgende video, wat het dan ook is. We zien het vanzelf, voor nu in ieder geval. Dank je wel voor het kijken en graag tot snel. Doeg!